Dani Alves, lekker gekapt, lekker gespeeld. Firmino geeft voor en dan is het op en daar. Wat een prachtige treffer van Brazilië. Gabriel Jesus scoort. Geweldige aanval. Messi. En dan, Messi draait hem weer richting het doel. Bal wordt verlengd en de onderkant lat gaat er net niet in. Brazilië ontsnapt. De vrije trap perfect. Ja, met de kopbal was niet heel veel mis. De Paul draait hem nog eens in. Nu is het lastig voor Aguero. Daar heeft Fico licht. Op Otamendi. Schot van Arthur. Die niet in balans. Om Messi van de bal te houden. Aguero omdat iemand uitgeleid. Vrije schietkans. Maar dan loopt maar. Messi nu laag. En best makkelijk. Misschien Everton. Dat wel door de benen. En dan is het toch oppassen. Ja, Voigt schiet. Dat is geen goede voorzet. Firmino. Voigt mee. De kop tipt hem dan. Ja. Is het rust en leidt Brazilië dus. Het was een zeer, zeer fraai doelpunt. Maar dus weer ook. Maar Willian die niet eens zo heel veel had gespeeld bij Chelsea. Maar hij heeft het nummer van... De bal draait richting... Tyler Fico. Voorzet is goed, net geen Aguero. Aguero. Het schot van Lautaro Martinez. Makkelijke bal voor Alisson. Aguero, Lautaro Martinez, Messi legt hem klaar. De Paul, ja dat is wel een serieuze schietkans. Argentinië heeft meer kansen gehad dan Brazilië in deze wedstrijd, maar... Nog steeds de aanval die doorgaat, daar is Coutinho en daar is dan wel een serieuze kans voor Brazilië. Dit kan door. Messi op de paal. En Aguero geen rebound. Messi nog eens voorzet. En die gaat net aan Aguero voorbij. Voorzet. Ja, op het hoofd van Messi is misschien wat minder logisch. En die bal is voor Argentinië. Coutinho naar Willian. We weten bij de tweede paal te leggen. Maar dat is Messi. Dit is mooi gespeeld. Messi geeft hem aan, net te hard voor Di Maria. En dan krijgt hij een vrije trap erbuiten. Ja, ze zeggen, is het dan niet daar binnen? Messi dus. Over die muur en in de handel. Coutinho dus. Weggekopt door... Jesus worstelt zich met wat geluk erlangs. Gabriel Jesus legt hem breed. Het is 2-0. Firmino scoort voor een leeg doel en Brazilië countert zich richting de finale.